Bonjour, monsieur Verastenove. Goedemorgen, meneer Bakonfa. Meneer Verastenove, eerlijk, ik mooi, maar daar gewoonlijk niet mee, maar dat nieuw kostuum, ge staat er goed mee. Niet waar. Sur mesure gemaakt, zeker? Naar maat, ja, zeker. Ik vind persoonlijk toch zeker, ook dat... zeker duur goed, zo te voelen. Van beste Bakonfa, ja, ja. Uw mama heeft goede smaak, eerlijk. Ja, mama zei toch ook, Bonaventure, zei ze, nu dat je onderafdelingschef bent, je staat nu al een trapje hoger, kies nu maar eens achteraan in de stalen. Puur lijn? Nee, 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 zuiver wol, zo staat het er, hè? Ja. Proficiat, eerlijk, c'est une bonne coupe, vraiment. Dank u, maar doe me eens een genoegen, tracht op een Nederlandstalige dienst je Frans eens achterwege te laten, hm? Niet waar. D'accord, d'accord, d'accord. Vous avez parfaitement raison, monsieur Verastenove. Ah, la... Oh, 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 oh. Goed zo. Dag, Gilbert. Opgepast voor de inktvlekken. Dat trouwde een kostuum van 12.000 vangen. Dat spreekt vloms. Verdomme, hoe is het mogelijk? Oh, 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 oh. Met Verastenove. Goedemorgen, vrienden. Dag Thierry. Morgen. Dag Betty. Morgen. Dag Jean. Dag Gilbert. Je ijs nog altijd niet gebroken, Betty? Nee, en mijn ijs zal niet breken, ook niet. Ik dacht anders... Door mijn warme sympathie, mijn genegenheid... Oh, die schamt op mij af, joh. Het is toch mijn schuld niet? Uw schuld wel. Je hebt toch om uw eigen oren gehoord zeker dat jongen hier 10 jaar aan zijn bureau heeft gezeten? En dat jij hem die hebt afgepakt? Gaat u tenminste kunnen excuseren. Jongen is er ziek van geworden. Zijn stoel staat al een week leeg, ze. Jongen nog arme. Op de keper beschouwd... Op de keper, op de keper! Het is toch mijn schuld niet dat ik... Uw schuld, want gij komt hier zomaar binnengevallen. Zonder reden, zonder examen, zonder plaats open. Ja, maar met zijn politieke parachute open. Heren, mijn tijd, zeg. Fuso, papa. En wie is Toffer? Hé, wie is Toffer? Hé? Allee, slachtoffer. Ah. Joma, een inzinking, meneer. Ja, een inzinking. De man in de fleur van zijn leven. Kapot. Hallo, met de vucht. Kinderachtig gedoe. Senateur, gij moogt hier zitten. Gij moogt hier lichamelijk aanwezig zijn. Gij moogt hier in- en uitademen, maar ik mag hem niet horen. Wat had ik dan moeten doen? Hier binnenkomen met een bureau op mijn rug. Alsjeblieft, meneer Dox, blijf maar zitten, meneer Dox. Ik heb zelf alles mee. Ik heb jullie idiootreglementen niet uitgevonden. Had hier maar moeten wegblijven. Oh, hey, excuseer, directeur. Misverstand. Zomaar. Dat was zo niet bedoeld. Was hem niet goed gezien, Jean? Heb je hem niet zien spartelen? De snoek in zijn aquarium? Toch op uw donder gekregen, zeker? Oh. Moet 100 keer schrijven. Ik mag niet meer doen in de telefoon. Wie een put graaft voor een ander, valt er gewoonlijk zelf in. Ik denk dat de 10-tonner van zijn troon gaat komen, Jean. Oei, oei. Komt hem? Zijn moteur staat al op ralenti. De Pesser, leg die pen neer. Ik ben hier niet om met u te spreken over dat kinderachtig gedoe van u onder de telefoon. Ik kom in de orde, vucht. Dat was nog niet zo bedoeld, directeur. Dat weet ik, de beste, dat dat niet zo bedoeld was. Zo stom zit er niet dat je gaat zitten prutten aan de telefoon tegen uw directeur. Dat was een stommetaart. Ik kom in de orde, niet. Ik heb vroeger ook, toen ik nog opsteller was, eeuwen geleden, ook van die stommetaarten voor gehad. Zo, ik heb ooit eens een collega, die, Filemon, die over zijn fiche gebogen stond. Hè. Stond zo op de hoek van zijn bureau, over zijn fiche gebogen, hè. Ik passeer achter hem, geef hem er een tik. Oh, 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 oh.
lang uitgestrekt over de bureau was mij. Oh, maar... Ook een directeur. Ja, ook een directeur. Ja, daar ben ik lang niet goed van geweest. Hè. Dus daarover gaat het niet, de pisser. Bij u ligt het veel dieper. Het regent hier klachten over u. Zij dit een man, zei je onhandelbaar en slecht gezind. Geverpest hier de atmosfeer. De sfeer. Wat? De sfeerpool, verraste Noven. Hier is de hoogstnodige vriendschap totaal verdwenen door uw schuld. Het leven is hier zuur geworden. Alleen we beginnen ons ongemakkelijk te voelen. Boah, zo erg is het nu. Directeur. Geen commentaar van u? Ik zou trouwens van u juist hetzelfde kunnen zeggen. Met dat verschil van u zijn we dat gewoon. Het is uw tweede natuur. Maar bij de pester moeten er andere oorzaken zijn. De welke? Zijn wijsheidsstand is aan het doorkomen. En hij heeft de negen oog op zijn bil. Zwijgen, dat kundige natuurlijk niet, hè? Ja, dat is heel moeilijk voor mij, hè. Ik ben nogal creatief. Er springt iets op mijn tong en het moet eraf, hè. Ik beklaag de onderwijzers die u in hun klas hebben gehad. Voor zover dat je natuurlijk onderwijs genoten hebt. En uw geburen en uw kennissen. En mijn vrouw ook, die ziet ook veel af. Dus bij Jean de Pisser moeten de oorzaken dieper liggen. En anders zijn. De welke? Wel, directeur, ik kom het juist te zeggen. Jiminy! Paul, ik meen niet dat dergelijke dingen publiekelijk mogen worden aangepakt. Maar je hebt er toch ook last van gehad, EBC? Ja, dat weet ik. Vorige week heeft hij me 14 dossiers doorgespeeld. Ik heb er 2 uur lang op gestudeerd. En toen zag ik ineens dat ze al 2 jaar oud waren. En al lang geclasseerd hadden moeten zijn. Oud faal. Een kleine vergissing, hè, per se. Nee, Jean. Alsjeblieft, moet willen. Moet willen. Maar toch meen ik, Paul, dat we hem niet in het publiek mogen uitkleden. Dus stel ik voor dat wij hem eens rustig onder 4 ogen zouden tegemoet komen. Dat we eens spelen naar u bijvoorbeeld, Paul. Of ik misschien nog beter, ik. Nou ja, natuurlijk. Ik ben daar niet goed genoeg voor. Nee, Paul. Maar psychologisch, niet waar? Van mens tot mens. Er is een verschil. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Ik rijd er gelijk een 10 ton over en jij kruipt er gelijk een schildpad onder. Nee, zo ongeveer. Ja, zo ongeveer. Niet waar? Menselijke aanpak. Pater. Ja, zeg het maar. Pater Filemon, ja. Enfin, pak hem aan, hè. Maar zo van rekening heb ik ook liever dan een pater die socialist onder andere neemt. Ach, Filemon, je neemt weer wat op je schouders. Steek je neus daar toch niet tussen? Laat me maar toe. Is dat nu allemaal zo erg? Jean is toch... Enfin... Zie je het nu? Weet je het al? Ze is terug, madame Arabelle. Je moet ze zien. Zo goed als neef. Ja. Voilà. Daar is ze. Ja, daar is ze. We zien is goed. Genezen. Oh, proficiat. Genezen van boven tot onder. Ja, helemaal genezen. Allee, een echt mirakel. Ja. Hebben ze aan je karakter ook wat kunnen doen, madame Arabelle? Je zult me vandaag niet kwaad krijgen, juffrouw Poes. Of is het ondertussen toch al madame? Nee, ze is nog niks veranderd. Een soort kuur gedaan, madame Arabelle. Nee. Onder het mes geweest. Het mes? Nee. In een dwangbuis heeft ze gezeten. Zeg, daar antwoord ik niet op. Aquapunctuur. Aquapunctuur. Naalden, hè? Vertel, mag ik dat niet? Dat gebeurt in grote geheimhouding onder belofte. Naalden, dat is het enige wat ik kan zeggen. Hoeveel? Wat? Ah, naalden. Oh, ik denk veel, hè. Weet je nog hoe te noop, denk ik. Heel veel. 20. Meer, hè. Maar ja, nou, juist te veel, dat kan ik niet zeggen. Nee. Ten andere, ik kon dat niet zien, ook niet. Waar hebben ze dat dan gepakt? Ja, in mijn knoopzenuwen. Zenuwknoop. Ja, zenuw. Ja, ik weet dat ook. Waar liggen die knoopzenuwen dan? Oh, overal, hè, Betty. Maar hij heeft ze natuurlijk niet allemaal gedaan, hè. Hij liggen hier stellings met een bovenachterkant. Ja, maar daar waren je toch niet ziek? Och, maar kind, weet je dat dan niet? Ze steken die nooit waar dat gepaan hebt, hè? Dat is typisch Chinees, daar. Dat was geen Chinees bako, dat was er een van hier, een not en teken bellen. Kwak zal vragen, hoe je weet. Ben ik Chinezen? Of ben ik het niet? Ja. Le temps que ça dure, n'est-ce pas? En is dat duur, madame Arabelle, zo'n acupuncturist? Oh, nee, dat is niet duur, helemaal niet. Maar je trekt niks terug van de ziekenkassa. Het kan niet duur zijn, hè, per se. Heel zijn gerief bestaat uit 50 naalden en een boek met al die knoopzenuwen in. 50 naalden? Ja, of 100.
Dat maakt niet veel verschil en hij gebruikt ze dan nog altijd opnieuw ook. Zemmer, dat geloof ik nou zo direct niet, zo'n Gilbert. Voor mij zou ze er toch spiksplinter mee voort. Ja, madame, maar ze wassen ze af in kokend water en ze slijpen er nieuwe puntjes aan. Ja. Zie, dan begint weer met mij te lachen. Ik had het kunnen denken. Nee, mevrouw. Inderdaad, mevrouw. Als je hier wat zegt, dan gooi je parel voor de zwijnen. Wat heb ik u gezegd, vriend? Wie is dat? Dat is de zoon van senator De Vught. Die volgt hier een snelcursus voor directeur-generaal. Je hebt ongelijk. Ik heb gelijk. Nee, zeg ik. Ja, het is niet waar, zeg ik. Het is wel waar. Het is niet helemaal waar. Het is helemaal waar. Enfin, het is niet helemaal waar, maar het is waar. Ben ik niet alleen? Jean. Niet per se. Ah, nee, Jean. Ah, nee. Ik zeg Jean. Ik zeg niet meneer de passer. Ik ben ook geen meneer, hè. Oh, jawel. Als jij wil, kan jij een meneer zijn. Evengoed als Bonaventure, als De Vught, als Betty. Betty? Dat was om je aan het lachen te brengen. Ik lach niet. Nee, jij lacht niet. Kom, zeg Philemon. Ik zeg Jean, jij zegt Philemon. Meneer per se. Philemon. Meneer per se. Philemon. Meneer per se. Philemon. Philemon. Meneer per se dan maar. Maar dat schept een afstand. Dat schept een afstand. Zo zal ik er nooit achter komen. Ah, jij wilt erachter komen? Ik moet het weten. Wat? Wat erachter steekt. En dat wilde jij achterkomen? Ik wil erachter komen wat erachter steekt. Ik heb u gezegd wat het is. Verrast hem over. Ja, en het examen. En het examen. Ja, en dat weet ik nu, hè. Kom, nog één voorbeeld. De laatste vraag van het schriftelijk. Je ziet dat ik me alle moeite getroost is, hè? Ik wil het niet zien. Verastenoven de Passer. Overtuig uzelf. Verastenoven de Passer. Lees. Ik heb honger. Ik ook. Lees. Ik lees niet. Maar Jean, denk je dat het voor mijn eigen plezier is dat ik hier zit? Dat ik Angèle heb moeten bellen? Om alles te laten koud worden en in de frigo te steken? Opgewarmde kost, voor de moeite die ik me voor u getroost. Opgewarmde kost en zure gezichten, hè, Jean? Zure gezichten. Ik ben ervan gepakt. Ik ook. Lees. Voilà, wat ik gedacht had, hè. Hoewel het uit de staat van toelichtingen dit dato 8-7-1959 niet klaar en duidelijk blijkt, de kortkoming die in aanvullende noten steeds meermalen werd besproken, om u dood te lachen, ja, kan formulier 98, dat betrekking heeft op de opdeling van het voorgaande jaar, gemakkelijk verward worden met de formulier 106 ter, dat betrekking heeft op het lopende jaar. Al kan men vergissingen uitsluiten als men een studie maakt van de bladvulling in het gebruikte lettertype. Ja, ik vind het ook. Ja. Maar wat schrijft Jean de Passer? 98 is vorig jaar, 106 ter is lopend jaar. Ja, ik moet toegeven. Ja, zo ben ik, zo denk ik en zo schrijf ik. Ja, ja, maar Verastenoven is anders, hè. Dat is zeker, dat die anders is. Oh, maar dat doet de ronde, Jean. Maar dat is helemaal niet zeker. Helemaal niet zeker. Ja. Ja, maar we mogen niet waar? Enfin, allez. Ik bijvoorbeeld, hè. Ik wil er nu wel eens over praten. Hm? Mevrouw. Angèle. Ja, je kent mijn bijnaam. Ja, die er zou op daden dat ze me zou bedriegen. Je kent hem. Hm? Zeg dat ook wel eens, hè? Ja, ja, zeg dat ook wel eens. Koku, per se. Ja. Maar ben je zeker? Dat is ook niet bedoeld dat het zeker is. Oh, maar ik ben niet zeker. Ja, ik ook niet. Ik geloof dat zelfs niet. José bedriegt mij ook niet. Haha, men overdraaft, dus ja, men overdraaft. Ja. Maar waar rook is vuur, zeggen ze zo, hè? Rook, 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 vertrouwen. Ja. En jij moet vertrouwen hebben in de examencommissie. Ik heb geantwoord kort en bondig en correct. Ja, maar als je het nu ook misschien een beetje meer omkleed had, nietwaar? Omkleden noemt gij dat? Een zaagspannen noem ik dat. Van ja, hij heeft er meer punten door gekregen, hè. Enfin, ja. En wat is nu je besluit? Dat hij dat niet verdiend heeft, niet. Maar zo, je wil het niet begrijpen, hè? Je besluit moet zijn dat, vermits hij meer punten had dan jij, zijn bevordering gerechtvaardigd. Waar of niet, Jean? Niet waar. Wel waar. Niet waar. Het is helemaal wel waar, Jean. Waar. Het is helemaal waar. Waar. Het is... Verdorie, we zitten terug waar we begonnen zijn, hè. Verdomme, verdomme, verdomme toch. Straks ga ik nog moeten leren dat 2 en 2 4 is. Is 2 en 2 4? Ik begin er al aan te twijfelen. Jean, er is iets met jou. Een maand geleden, als ik je dezelfde vraag had gesteld, dan had je geantwoord, al lachende, Jean. Natuurlijk is 2 en 2 4... Wat een vraag. Jean, je bent veranderd. Er is iets met je, maar...
Maar wat, hè? Niks. Er is wel iets. Nee. Wel wat? Niet waar. Ja. Het is niet te fijn, het is niet helemaal waar. Het is me... Enfin, ik geef het op. Ik moet het opgeven. Per se, luister, ik zal het kort trekken, hè. Ik zal Verrasten over gerust laten. Ik zal hem laten zitten waar dat hem zit. En ik zal hem behandelen als de onderafdelingschef. Op voorwaarde... Op voorwaarde dat jij tegen niemand zegt dat zijn examen beter was. Akkoord, ja. Ja. Het is nu eenmaal een politieke benoeming. Laat het alsjeblieft een politieke benoeming. Een tweede voorwaarde, dat jongens een bureau terugkrijgen. Hè. Oh, maar dat is een kwestie van reglementen, Jean. Ja, dan moet dat veranderd worden. Jean, ik heb een idee. Als jij nu eens een voorstel tot wijziging zou formuleren. Hè, als je dat eens rustig zou bestuderen en dan alles klaar en duidelijk op papier zou zetten. Ja, maar dat kan ik. Oh, dat kan, ja. Ja, dat kan ik. Dat kan, ja. Morgen als je wilt. Doe het. Maak je verdienstelijk. Oké. Ja, dat is dan alles zeker, hè? Behalve, Jean, dat ik denk dat er nog iets anders is. Ja, er is nog iets anders, hè. Zie je wel. Maar, dat blijft ook onder ons, hè. Onder ons, ja. José... Ja? Niet goed de laatste tijd, hè? Nee. En, Depressie. Hoe? En wat zegt de dokter? Ja. Gedaan, uit. Mijn zevende Hemingway op 6 dagen. Heeft er nog iemand lectuur voor mij? Hé, hey, niemand? Eerste vriend. Ik zal maar een goede willig slapen, zeg. Voilà, een betwiste zaak. Wat is dat? Werk voor u. Oh ja, maar daar heb ik niks mee. Lezen, bestuderen en oordeel vellen. Bewijzen zoeken, wetten en koninklijke besluiten uitpluizen. Oh ja, berekenen, herberekenen en beslissen. Verslag maken, dateren... ondertekenen en voorleggen, daar. Binnen een maand, dan krijgt gij alles terug en dan kunt gij opnieuw beginnen. Bedankt. Graag gedaan. Je bent zo goed gezind, Jean? Ja, ik ben goed gezind, hè. Dat gesprek met Percé schijnt goed afgelopen te zijn. Percé? Dat is een goede mens, jongen. Dat is een verstandige mens. Alleen... Je kunt er niet mee klappen. Hè. Wat heb je dan meegedaan? Weet je wat hij me die vragen? Jean, zegt hem, je zit toch niet in geldnood? Je hebt toch geen financiële moeilijkheden? En is dat zo? Oh, kom zeg. Ja, weet je dat niet, Gilbert? Jean, dat is de rijkste van ons allemaal, ze. Nog rijker dan een tientonner. Nee, dat nu niet, maar ik mag toch niet klagen. Een eigen huis, hè, Jean? Ja, dat is waar, ik heb een eigen huis. En volledig afbetaald en alles, hè. En volledig gemeubeld, hè. Geen uur, geen onkosten meer. De rest gaat de bank op. Ja. Oh, geld op de bank. Ja, een spaarboekje kunnen, kasbons. Ja, en een kleuren tv ook. Ja, maar een kleuren tv. En een zwembad zeker ook, hè? Nee, je moet nu niet overdrijven, hè, Betty. Maar ik kan dat aanleggen als ik wil, hè. Oh, plaats genoeg, hè. Met een gazon, ik heb zo'n grote gazon rond mijn. En daarop geeft u barbecues, hè? Ja, in de zomer, hè, voor de vrienden, ja. Oh, dan kom ik wel eens af. Voor de vrienden, heb ik gezegd, Gilbert. Excuseer. Kapitalist. Allemaal met mijn eigen handen verdiend, hè. Ik zie het al. Geen auto, niet durven eten. Oh, ik kan een auto kopen, vriendje. 3 keren kan ik een auto kopen. En José zal wel geen nieuwe kleren mogen kopen, ook niet. En zijn kinderen ook niet, hè. Hé, Jean? Alles op de bank, hè. Wel, madame Arabelle. Het effect van de naalden nog niet weg sinds gisteren? Nee, madame Pos. Bedankt voor dat ding, ze. En is je man nu wat beter gezind? Ja. De nieuwe nood. Oh, wat is dat nu weer voor een rotopmerking? Juffrouw Pos, alstublieft. Ja, maar het is toch waar? Ze kent maar 1 liedje. Mij kleineer omdat ik toevallig nog niet getrouwd ben. Ik weet dat ik nog niet getrouwd ben. En iedereen weet dat. Ja, en wie zegt dat ik ooit wil trouwen? Zij met haar scheve opmerkingen altijd. Ja, maar gelokken doe ik uit, hè. Dat is niet waar. En daarbij, wat stond er dan eigenlijk te doen? Zij dat gezinkt zijn geweest, maar je ging een koffer niet meer drinken, maar je stond er toch altijd maar bij met je neus.
als je alles wilt weten, hè, Jean-Pierre en ik gaan van het jaar op wintersport. Zo goed voel ik me. Ik zie haar al op haar. Zie je dat, Nancy? Totel is al besproken. Daar heb ik ook eens aan gedacht, hè, van er zo eens een week tussenuit te trekken. Hè. Ja, ja, naar het zuiden, hè, naar de Canarische eilanden of zo. Is het bijna de zon. Hè. Ja, ik denk dat jij dat eens moet doen, Jean. Ja. Je zal hem toch een maand of twee, drie niks meer op de bank kunnen zetten. Ja. Dat is waar, ons José heeft nog zoveel toiletjes die ze bijna niet heeft kunnen aandoen. En kinderen op restaurant en zo. Doen, ja, doen, ja. Absoluut. Ik rijd niet op met een auto, dan vlieg ik het maar op, hè. Ja, ik had een beetje gewerkt aan... Ja, het is bijna klaar. Hè. Ja. Oh, dan zullen ze hier nogal... Ja. Oh, pardon. Nee. Je weet, Jean, op Ibiza heb ik een appartement, hè. Ja, maar Ibiza is een beetje kort bij, hè, directeur. Och ja, dat is waar. Meneer gaat het verzoeken. In augustus was Ibiza ook al niet goed genoeg. Het moest Tunesië zijn. Ja, Tunesië. Ik verkies boven alles onze Vlaamse kust. Voor mij het Zwarte Woud. Het Zwarte Woud, ja. De zee klotst voort in eindeloze deining. Ja, het is nog maar oktober, hè, Verrastenhoven, denkt er al. Hè. We staan nog voor de winter, hè. Mist, ijzel, sneeuw, alles onder nul. Al dat bikini geduld. Oh, maar. Zo heeft ieder zijn voorkeur. Ik bijvoorbeeld Joegoslaaf. Ja, de Vught, ja. Pardon, directeur? Niks, ik zeg alleen maar ja, de Vught, ja. Excuseer. Ja, zeg maar, nou dat ik de Vught zie, denk ik erin eens al, wie gaat er de jongen eens bezoeken? Ja, dat is nu meer dan een week dat hem thuis ligt, ziek. Wie? Ik wil niet. Ik zou het niet zeggen. Jammer. Je moet er nou geen processie van maken, ook niet, hè. Dat is voor niks nodig, hè. Nee, want we zouden er allemaal tegelijk niet binnen kunnen, ook niet. Woont hij zo klein, Hilaire? Volgens dat hij vertelt, toch, ja, een zeer klein appartement. We kunnen eerst iemand sturen om te zien hoeveel dat er binnen kunnen, hè. Ja. Ja. Twee. Twee maar? Twee, dat volstaat, dat bedoel ik. Oh. Ik stel voor ik. Ik zeker. Ik heb hem uit de grote receptie helpen stoot. Ik wil dat goed maken. En ik heb hem zijn bureau afgenomen. Ik wil het ook goed maken. Voilà, beter kan het niet. En ik zal de bloemen kopen? Ja, koop jij de bloemen. Oh god, ze gaat iets doen of dat ze gaat darten. Maar enfin. Afleren, doe ze het toch niet, hè? Ja, directeur, ja. Maar is dat gekibbel nu werkelijk nodig, madame Arabel? Nodig is die, maar die is rap meegepakt, hè. Als zij geen scheve opmerkingen zou maken, dan zou ik er ook geen maken. Dat is de oplossing. Als madame Arabel geen scheve opmerkingen meer maakt, maakt juffrouw Paas er ook geen meer. En de vrede is gesloten. Ja, maar de moeilijkheid met jou is, hè, dat als ik een opmerking maak die niet scheef is, hè, dat zij denkt dat ze wel scheef is. Ik mag niet meer klappen. Ja, dat is ook een oplossing, hè, PC. Ze klappen niet meer tegen je. Dat zal me niet moeilijk vallen. Maar nog veel minder. Maar dat is geen levenpoel. Dat is hardvochtigheid. Ja, dat is een oplossing, hè. Ja. Enfin, als je de jongen gaat bezoeken, doet hem dan de groeten. Zonde. En zegt hem dat hem gauw weer beter wordt. Hè? Goed, beter. Voor mijn part moet hem zeggen dat ik hem heel erg mis. Ja, en zeg hem dat ik hem garandeer dat hij zijn bureau terugkrijgt, of ik ben Jean de Pester niet. Hè? Nee, wacht, ik heb er nog een zeer toepasselijk gedichtje liggen. Om af te geven. Een gedicht. Van mij moet hem ook beste wensen, maar veel zal het niet helpen. Ja, en van mij... Moet weer oppassen wat ik zeg, het zou weer schief kunnen zijn. Ah, wel ja, als het niet beter, zal ik me het adres bezorgen van mijn aquapuncturist. Luister eens even. Zeer toepasselijk. Ja, luister. De zon kan niet immer gloeiend staan. De maan niet altijd rond. De roos kan niet eeuwig bloeiend staan. De mens niet steeds gezond. Maar toch, dit moet geen reden zijn. Ik dacht... Ja. Zo gaat het dan verder, nu. Ja. Ik dacht, zo'n kort gedichtje zou plezier kunnen doen voor Jomme. Ja. Helium Dox. Ja, ik ben genetisch. Dank je. Jomme, net nu we gepland hadden om op ziekenbezoek te komen bij jou. Oh, dat moet je missen, hè. Bonaventure en ik. Ja, en dan nog juist deed wie verdoemen. Ik wilde me bij jou verontschuldigen, jomme. Echt gemeend. Oh, het is al lang vergeten en vergeven zijn, Mirai Meske. En ik wilde het ook goed maken, jomme. Je weet dat ik machteloos stond tegenover het reglement. Oh, schoon is dat, hè. Dan een mens daar eerst te ziek met verberen, hè. En dat van die stoel waarop je nu zit, hè. Ah, ja, die stoel. Zeg, weet je wel dat ik daarvan gedroomd heb? Vet te lachen, zijn mannen, vet te lachen.
hè? Vertel, jongen, vertel. Ah, wel, dat begon met één stoel, hè. Met één stoel. En ik zat daarop, hè, met niks vermaai, hè. Eén stoel. Maar als ik dan moest rechtstaan voor een visgewicht te doen, dan wil naar de Jean bijvoorbeeld, wat stond dat? Mannenstoel. Ja, en ik had dan natuurlijk gaan opzitten, hè. Op de deur stond er wel 10 stoelen, hè. Ja, gelijk waar ik stond, ik wilde gaan zitten, wat stond dat? Mannenstoel. Dat is een mooie droom, jongen, een mooie droom. Ja, 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 maar wacht, het komt nog, hè, want op de deur stond er ook nog, zag ik mijn stoel ook buiten het bureau, hè. Ja, ja, in de lift, op de tram, op de zekerkastoos, wat stond dat? Mannenstoel. Hier betekenen. Ja, ja, maar er was wel wat veranderd, zo'n mijn stoel. Ja, ja, dat was zo'n schone stoel geworden in staal, hè, met een hele fane poot, hè, een geschilderde leuning en een schoenkreuk kussen erop. Ja. En nou komt het, hè. Want wat ik nou ga vertellen, dat is heel erg, hè. Ineens weer die stoel een monster, hè. Ik heb gedroomd, hè, een monster, hè. Met overal ogen, hè, van die grote rode ogen, hè. Ja, en met van die ruwe poten zo, en armen, hè. Ja, en ineens begon dat de mensen aan te vallen, hè. Ja, alleen ene mens, hè. Ja, en dat begon maar te slagen en te slagen, hè. Ja, en ik lopen, maar ja, als ik erbij kwam, dan, ik was te laat, hè. Die mens, die lag daar al, hè. Dood, hè. Ja, ja, met zijn gezicht vol bloed. Hè. Weet je wie dat was? Verrastenhoven. Het was maar een droom, hè. Voilà, het is af. De dactylo van de personeelsdienst moet ik nog typen, maar voor mij is het af. Mijn rapport. 2 P's, Jean? Ja, ja. Ik heb er 2 avonden op gezeten. Hè. Ik heb me teruggetrokken. Geen een tv. Ik zeg tegen ons José. José, ik moet het reglement aanpassen van per se. Ik ga boven werken. Op mijn bureau. Hè. Ik heb daar zo een bureau ingericht. Zo met mijn boeken en met mijn persoonlijk schrijfwerk en zo. Voor uw geldverhandelingen. Checkboekjes en zo. Hè. Onder andere. Ja, pas op, Gilbert. Maar de Jean, die zit er dik in zijn, hè, jong. Ja, ik heb ervan gehoord. Een salonsocialist, hè. Oh. Wijziging aan het huishoudelijk reglement. Eerst, alle artikels over de verlichting, dat is allemaal veranderd, hè. Ah ja, dat sloeg nog op gas. Van elektriciteit, geen woord, hè. Dan, toegevoegde artikels over het gebruik van de lift, stond niks van in. Niks van. Over de aankoop van blauwe lint, liters en liters, duizenden ballonpennetjes per jaar. Weg daarmee. Secretaresse, ook geen sprake van, hè. Ja, dat is later ingevoerd, denk ik. Ja, ja. Nog zoiets, hè. Verbod van te paard zittende naar het werk te komen wegens het vervuilen van de binnenkoer. Genaamd de Cour d'honneur. Ja. En alles in het Frans, hè. Ja. Met een vertaling in het Vlaams. In klein lettertjes. Ja. 173 ter. Jongen, luister nu een keer, dat is uw artikel. Wat schrijf ik? Ja, laat eens horen, kom. De bovenste lade van het decimaal systeem mag niet hoger liggen dan ooghoogte. Staande op de begane grond. De klassificeerder heeft recht op een bureau met 3 laden. Nou, dat is genoeg, dat gaat. Bon. Ja. Minimum afmetingen 120 centimeter maal 70 centimeter. Dat is een oppervlakte van 0 vierkante meter, 8400 vierkante centimeter. Schrijf dat erbij. Zo klaar. Oeh. Oh, ja, maar dat is nog geen vierkante meter. Ah, wel. Allee, dat is nou toch geen oppervlakte, hè, Jean? Waarom? Allee, waarom moet ik er nou wij ondervallen? Waaronder? Onder de vierkante meter. Ik moet er wij ondervallen. Jongen, ik heb gedaan om goed te doen, hè. Nu heb je niks. Jean, als je vraagt, dan moet de duur vragen. Vraag er maar iemand van over de vierkante meter. Trouwens, ik heb die oppervlakte nodig, hè, ga niet. Ah, ik niet. Ah, nee. Ga verwerk maar in een dossier per dag. Maar ik moet 1000 visjes verstassen, jong. 1000, hè. Oké. Is dat groot genoeg? Maar amper, maar al, hè. Dus krijgen we 85 centimeter maal 140 centimeter. Ja, maar dat is toch meer dan een vierkante meter, hè, Jean? Pas op, hè. Dat is 1 vierkante meter, 1900 vierkante centimeter. Ah, dat gaat, dat is genoeg, ja. Ja, met zo'n 1000 visjes per dag. Nou, maar dat is toch waar, hè, Bitteke? Wat is nou nog een vierkante meter? Maar alvast, jongen, ik heb nog geen een halve vierkante meter. Zeg. En die 1000 visjes van u? Kan ik wat overdrijven, hè? Ah ja. Voilà. Ik ga de dactylo van de personeelsdienst mijn tekst dicteren. Dat was de afspraak. En dat kan een tijdje duren. Niet waar? Woehoe. Ja. Ah, bonaventura. Up with people. Woehoe.
Wat heb ik daarnet nu weer gehoord? Wat heb jij gehoord, Bonaventuur? Over mijn hoofd heen, hè? Wat is er nu weer met je hoofd? Je bent er overheen gegaan. Zonder mij te raadplegen heb je de pester een opdracht gegeven. Waar is die hiërarchische weggebleven, meneer per se? Hop, nog een met meneer per se. Als alles goed gaat, dan is het van Perseken of Filemon of Pater. Maar als ze kwaad zijn, dan is het meneer per se. Meneer per se, ja. Filemon. Meneer per se. Filemon. Meneer per se. Filemon. Meneer per se. Goed, meneer per se dan maar. Meneer Vrastenhoven, als jij denkt dat jij alleen kan dwarsliggen, ik kan dat ook. Ja, dat weet ik. Zo goed is je karakter ook niet. Ah? De naam, ja, die heb je, de naam. Welke naam? De roep, de roep. Ik heb de roep. Ja, van een charismatische figuur te zijn. Van de Feniks te zijn in de braafheid, in de goede omgang. Het per se effect. Oh, per se effect. Maar nee. Nee? Je bent geen haar beter dan ik. Geen haar? Façade, ja, façade. Voorgevel. Zou je denken, meneer Verrastenhoven, façade? Ja, meneer, per se. Dat ontgoochelt me. Ja. Het moet nu maar eens gezegd worden, meneer per se. Ja, meneer Verrastenhoven. Ieder zijn waarheid, meneer per se. Zeker, meneer Verrastenhoven. Jouw soep mag ook eens uitgeschept worden. Schep ze uit, meneer Verrastenhoven, waar iedereen bij is. Gilbert, willen we wel eens even boten gaan? Ik weet dat ik hier geen vrienden heb, maar jij denkt dat je er hebt. Ja, ik heb hier vrienden. Geen enkele. Jawel. Geen enkele. Meneer Verrastenhoven, ik ben geliefd. Ik ben een geliefde figuur op deze dienst. Meneer per se, jij bent een potsierlijke figuur op deze dienst. Meneer Verrastenhoven, jij bent een bezienswaardigheid op deze dienst. Meneer per se, jij bent de clown van deze dienst. Meneer Verrastenhoven, jij bent een specht. Een specht? Ja, tak. Larven zoeken, taalfouten. Meneer per se, jij bent een ouderwetse kleverige vliegenvanger. Een vliegenvanger. Een pot siroop. Een siroop? Siroop. Bonaventuur, ik mag dan volgens u een potsierlijke clown zijn. Maar de clown Bonaventuur is de meest geliefde figuur van het hele circus. Want iedereen, Bonaventuur, iedereen houdt van de clown. Je had me geen groter eer kunnen bewazen. De clown van het circus. En weet je wat jij bent? De temmer. Met de zwepende stok. Voor alle dieren voor schrikken en beven. Tot er een dier op je afspringt en je verscheurt. Hé, hey, jongen. Zeg, hoe is dat begonnen? Ah, oh, met een niks, hè. En dan brocht hij wat ander mee, hè. En nou, deze nummer. Oh, ik zing toch liever Gaston Bergman zijn Leeuwmartijn. Oh, maar dat is nogal een ander optreden, hoor. Ik niet, ik vind deze zeker zo goed. Ah, ik ben niet geliefd. Ik ben niet geliefd. Weet je wat dat is voor Astenhoven? Je omgang. Wat mankeert er aan mijn omgang? Tact. Tact? Tact en doorzicht. Dat treft de mensen. Mijn zakken hebben ze nog niet vol griezel gestopt. Mijn hoed hebben ze nog niet verwisseld. Mijn bureau hebben ze nog niet dichtgeplakt. Mijn stoel hebben ze nog niet vol warm en koud gegoten. Mij hebben ze nog niet in de toiletten opgesloten en mij er een uur lang laten opzitten. Hebben ze dat gedaan? Oh joh, maar dit gaat toch niet gedaan, joh? Ja, c'est directeur, ik was zo geaffronteerd dat hij mijn bureau had afgepakt. Ja, maar een uur. Ja, vond ik dat ook wat kut. En alles heb ik vergeven. Ik heb alles vergeven. Is dat niet mooi misschien? Oh, dat is makkelijk, dat. Merci. Verrastenhoven, gewoonlijk, als er hier oorlog is, of er is een andere stomme tijd aan de gang, dan sluit ik de ogen en de oren. Maar deze keer kan het niet. Het is nu genoeg geweest, hè? Nee, Paul. Het is nu genoeg geweest, per se. Als er hier een is die geliefd is, dan ben ik het. Ja, ik weet het. Ik heb mijn gebreken. Maar ik ben geliefd. Is het niet waar, joh? Ja, dat is waar. Ja, en jij moet nu lachen, gij, hè? Ja, laat hem maar lachen, jongen. Die jongen heeft hier al moeilijk genoeg. Ach, ik ben hier niet gekomen, mijn heren. En dames? Ja, ik ben hier niet gekomen om het werk van bedienden te leren. Ik ben hier om te bestuderen hoe mensen met elkaar omgaan. Waar mensen tekortschieten. Waarom soms het arbeidsvolume te laag ligt. Waarom... Ja, waarom bijvoorbeeld een sympathieke kerel als Jomme Doxie hier een 10 jaar oud privilege van bureaubezit kan verliezen. Hoe dat allemaal mogelijk is. En weet het nou? Wel, ik heb hier toch veel geleerd, directeur. En al bij al... Jullie zijn de slechtste nog niet. Zeg, waar is Charles de Pester gebleven? Hij is de dactylo van de personeelsdienst een tekst gaan dicteren. En dat komt een tijdje duren. Ballet. Dat is de vrouw van Jean. Jean de Pester. Ze is ziek, geloof ik. Ja. Kom binnen, mevrouw de Pester. Kom binnen. Zo. Lisse, madame, kom hier. Neemt gaan een stoel, zit. Ja. Voilà. Ga gewoon wat zitten. Kom. Zit er rustig bij.
Alsjeblieft, hè. Zo. Wat is dat? Depressief. Depressief. Jean me vertelt. Zal ik je wat te drinken halen, mevrouw de Pesser? Nee, madame, ik moet Jean hebben. Ik zal hem opbellen. Hier, dat is zijn bureau. Recht tegen, over mij, ik zit daar. Ja. Daar zal hem dan wel zitten, zeker. Een tasje koffie ook niet, madame? Ja. Nee, madame. Toch, sorry. Dat zeker, zei, dat smokt altijd, hè. Ze zijn nergens te vinden. Oh, maar Jean zou wel vlug opdagen, mevrouw de Pesser. Waar is hij dan? Wel, hij is... Hij is gaan dicteren op de personeelsdienst, madame. Oh, ja, zijn werk. Hij heeft 2 avonden hard gewerkt op de keukentafel. Huh? Met veel papieren, ja. Oh, ik dacht dat hij een apart bureau had. Nee. We wonen wij maar in een klein huis, eigenlijk. Een huurhuis. Wat wilt ge? Een huis dat je huurt? Hm? Wat is anders een huurhuis per se? De huur is dan nog veel te hoog voor een huis in de rij. Met geen verloop voor de kinderen en een achteruit van 2 vierkante meter. Niet wat gras? Een beetje gazon? Nee. Ik zweet een beetje veel, sorry. Zeker eerst een wat dat primt is. Ik zei, dat zal ik goed doen. De kinderen maken het goed, mevrouw de Pesser. Ja. Ja, Aliske en Eddy. Ik geloof dat je het niet weet. Hè. Heeft Chai dat nog niet gezegd? Dat durft hij niet. Oh, maar Jean is heel open. Een goede collega, niet waar, vrienden? Ja. Heeft Chai nog nooit gezegd dat dan zit ik in een Mongooltje is? Dat is erg. Ik ben niet goed de laatste tijd. Kom. We moeten moed erin houden, madame de Pesser. Er is uitvliegen, hè? Maar de zon, Jean, die sprak toch van de Canarische eilanden? Hm? Wij zijn nog nooit ver op vakantie geweest, meneer. Jean overdrijft altijd. Van Tunesië, dat zal dan ook niet waar zijn. Een week in de Ardennen, in de regen. Meer konden we niet betalen. Dat van die vette bankrekening was ook niet waar. Zit jij de directeur? Nee, Joseke. Ik ben Percy. Dat is meneer de directeur. 10 pond. Paul, 10 pond. Waar is Jean, Bonaventure? Waar is Jean? Ik ga hem zoeken. Ik ben Jomme. Jomme Dox. De vriend van Jean. Er zit hier een bol van lood. Die niet weggaat. Heb je geen kou op straat met zo'n licht zomerkleedje aan? Ik geloof dat ik mijn jas bij de dokter laat liggen. Ja, ja. Bij de dokter. Verrast van over. Deze keer zijn ik uit de park gegaan. Pesser. Ik ben blij dat iedereen hier is om te aanhoren. Nee, laat me ik zeggen. Om te aanhoren wat deze meneer me weer heeft gehad. Jean. Waarom verrast van over? Nee, ik luister niet. Waarom verrast van over? Heb jij de directeur van de personeelsdienst? Laat mij uitspreken. Waarom heb jij hem opgemaakt om mijn werk aan het reglement niet zo serieus te nemen en hem gevraagd dat hij dat zou willen weggooien? Charles, is dat serieus? Hè? Is dat serieus? We zien een keer allemaal dat ik het ben die begint. Dat hij, blijf van mijn lijf, dat hij weer de grote treiteraar is. Hè? Maar dat is de laatste keer geweest en verrast erom, want de volgende keer, dan sla ik je door. Charles, ongeluk, hè? Ik ben geen klein kind en hier is hem een tekst. Voilà. Het is nu genoeg, ja. José? Zo, ik kan niet meer. Wat kom jij hier doen, verdomme? Jean, kunnen ze niet vragen dat ik even mee naar huis mocht gaan? Ik durf niet meer alleen blijven. Maar al gekomen, wat heeft de dokter gezegd? Ik ben daar weggelopen, Jean. Ik kon daar niet meer blijven tussen al die mensen. Zal ik een taxi laten komen? Nee, Mireille, ik breng ze wel naar huis. Weggelopen? Jean, ik heb zo'n schrik op mij. Schrik, maar... Jean, ik heb ontzettend... Ik heb ontzettend geslagen vandaag. Betty, wil jij dit overtypen? Ik zal het aan de commissie voorleggen. Ik ben de enige hier die wist hoe het werkelijk met Jean gesteld was. Tot voor enkele maanden, toen we aan het examen begonnen, heb ik Jean en José en Eddy verscheidene malen thuis bezocht en troost gebracht. Jean heeft die vriendschap verbroken, niet ik. Ik hoop dat er een einde komt aan de escalatie van onvriendelijke bejegeningen.